Rustig vrouw, rustig vrouw. Laat maar. Kan jij even helpen? Je kijkt niet naar een ongeluk, je kijkt naar een feestje. Het Rode Kruis Almere bestaat 40 jaar en dat wordt gevierd met realistische oefeningen. Dit is een oefening, leren we van. En daarna gaan we gewoon even lekker feesten. Het was ook best een zware oefening zo te zien. Ja, het zijn af en toe zware oefeningen. Ook vervelende mensen die erbij stonden. Dan komt u het echte leven ook tegen? Ja, hebben we ook gehad, ja. De oefeningen die de vrijwilligers doen worden begeleid door Nelleke Knecht. Ze is al 40 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis en doet dat sinds 92 in Almere. U heeft alles gezien, kan ik me zo voorstellen. Nou, gelukkig nog niet alles, maar wel heel veel. Zo ving ze gestrande reizigers bij Schiphol op vlak na 9/11. Maar ook de kleinere gebeurtenissen konden haar onverwacht raken. Valpartij op een motocross. En het kindje leek precies op mijn zoontje. Op dat moment. Ja, dan is het moeilijk. Maar dan ga je door. En dat is gewoon de EHBO. Even je gedachten ergens anders. En doorgaan met je slachtoffer. In de 40 jaar heeft ze het werk flink zien veranderen. In het begin moest ze als vrouw een rok aan naar werk en was het niet de bedoeling dat je een broek aantrok. Maar vooral de mentaliteit waarmee je het werk doet is veranderd. Ik denk dat we vroeger meer troetelig waren met je slachtoffer. Toen hadden we nog zoiets van, we moeten ook lief zijn. Het wordt nu allemaal wat zakelijker. Het was ook niet altijd makkelijk, 40 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ik heb ook al in 20 jaar terug gezegd van, nou stop ik ermee, ik ben zo zat. He, weer onderling, weer bestuur, weer... dat ik echt zeg van, jongens, ik doe het voor mijn mensen, voor de slachtoffers en voor mijn collega's. Maar toen ben ik echt een paar weken dat ik gezegd heb van, ik doe het even niet. Na 40 jaar wil ze wel wat minder, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben aan het afbouwen. Dat zeg ik steeds weer. Jor staat al te lachen. Maar ja, het lukt gewoon niet echt. Dat. Het blijft toch aan u trekken. Ja, het blijft toch een hobby. Ja, hobby. Maar wel een met een hele diepgang.